zijn we weer. Een tijdje geleden. Gelukkig nieuwjaar voor iedereen. Maak er het moois van. Het zal niet allemaal aankomen waar je... het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen en dergelijke. Je kent al die spreekwoorden misschien wel. Maar ik wens jullie echt het aller fijnste jaar toe wat je tot nu toe hebt gehad. Nou, beter kan het toch niet? Er is een hele hoop gebeurd eigenlijk. En ook weer niet. Nieuwe dingen. Ik heb een nieuwe bril. Er was wel iemand die zei van, ja, maar hoe zag je oude bril er nou uit? Ik had op Facebook een foto gezet van mijn nieuwe bril. Hè? En toen zei iemand, ja, maar hoe zag die oude er dan uit? Want dat weet ik niet eens meer. Dus, mijn oude. En mijn nieuwe. Kijk. Dit is mijn oude bril. En dit is mijn nieuwe bril. Hij is iets groter en net een ander kleurtje. Deze was paars. Dit is blauw. En ja, de glazen zijn iets groter. En ja, ook de sterkte is weer aangepast. Hè? De leeftijd hoort erbij. Kun je ook niks aan doen. Verder heb ik nog wel steeds een kop koffie bij me. Hier. En ik heb nog meer nieuws gekocht, eigenlijk. In kerstperiode en zo, hè. Dan, ja. We krijgen een 13e maand en dan is het altijd zo leuk om niet alleen een ander cadeautjes te geven. Want dat heb ik de afgelopen tijd ook heel veel gedaan, hè. Maar ja, en Wiebe natuurlijk ook. Wiebe heeft ook cadeau gehad. Wiebe die heeft een locomotief gekocht. Dat heeft hij niet gehad, heeft hij gewoon gekocht natuurlijk, hè. Een blauwe, nog wat. Geen idee, maar op mijn persoonlijke pagina had ik een filmpje gezet dat hij ermee bezig was. Hij had achter op tafel had hij wat rails uitgelegd. En nou ja, toen liet hij dat ding rijden. En nou ja, hij is er super blij mee. Mij zegt het niks. Hij is denk ik net zo blij met zijn locomotief als ik met een bolletje wol. Alleen ja, de bolletje wol is een stukje goedkoper. Dus hij krijgt niet zo vaak, of hij koopt niet zo vaak... zoiets duurs. Dus hij was echt helemaal in de zevende hemel. Zo leuk om op die manier je jaar af te kunnen sluiten. Hè? 13e maanden. Oh, ik hou ervan. Maar ik heb dus ook, behalve die bril, heb ik nog meer nieuws gekocht. Ik heb een heel leuk horloge. Zo. Kun je zien? In plaats van cijfertjes staan er allemaal poesjes op. En een roze bandje. Dus misschien dat je die in tutorials ook nog tegen gaat komen. Dat je denkt, hé, wat is dat? Nou, dat is mijn nieuwe horloge. Uit China voor 1,50. Dat vind ik dus weer leuk, hè? Gewoon, ja, misschien doet hij het een maand. Misschien doet hij het een jaar. Ik heb geen idee. Maar voor die 1,50 dacht ik, dit is zo leuk. Gratis verzenden, dus dat moet kunnen. En nieuwe bank. Ook super gaaf. Ik zit nu op de tweezits. Die staat voor het raam. Hartstikke leuk. Als ik dan hier... Ik zit dan zo te haken. Zo, weet je wel. Zo, lekker schuin op de bank. Televisie is daar op de muur. Dus ik kan haken, televisie kijken enzovoort. En aan de andere muur tegenover de televisie staat eenzelfde soort bank, maar dan een driezits. Kringloop. Ideaal. Echt waar. Want met al die katten hier en ja... Het heeft gewoon geen zin om een dure bank te kopen, joh. Dan moet ik constant, nee, niet op de bank. Kijk uit je nagels, pas op. En dat is niks voor mij, hoor. Dan word ik helemaal knettergek. Die katten moeten ook gewoon hun gang kunnen gaan. En komt er dan een kras op? Nou, dan komt er een kras op. En als je dan een bank kan kopen bij de kringloopwinkel waar je weer een jaar mee doet. Hartstikke gaaf. Dan ten eerste hoeft het niet te worden weggegooid. Ten tweede, de kringloop, daar, dat is sowieso een goed doel. Daar worden de vrijwilligers mee betaald en er worden, nou ja, voor mensen met een beperking die daar werken, noem maar op. Dus dat is ook een goed doel. En ja, ik heb goedkoop een bank. Hartstikke gaaf. En wat heb ik nog meer nieuw? Oh, de katten kunnen hun gang gaan dan. Hè? Die racen eroverheen en ze liggen te slapen. Ik heb er nu naast me op de andere bank ligt Doris, heerlijk uitgestrekt. En Miepi ligt op een kussen. Maakt allemaal niet uit. Moet kunnen. En ja, ze doen maar. Maar toen was ik ook bij de kringloop op zoek naar een bank. En toen kwam ik ook nog twee haakboeken tegen. Oh, zo leuk. Eerst deze.
wollen poppen. En er staan heel veel dingen gedraaid in, maar ook gehaakt. En wat kostte het? 75 cent. En het is echt zo gaaf. Hele leuke ideeën alleen al opdoen. Wat je dan om kunt zetten in haken. Ja, kijk, gewoon zo grappig. En ja, daar doe ik wat ik al eerder een keer heb gezegd, hè, met van die boeken. Daar doe ik inspiratie uit op. Ik vind dat zo leuk. Kijk, kijken, een zeemeerminnetje. Kun je het zien? Zo leuk. Dus, nou ja. En. Dit is echt helemaal haken. Creatieve haken. Uit de serie van Lecturama was dat ooit. Kostte nu 50 cent. Wat zou het toen gekost hebben? 15 gulden of zo? Per deel? Ik heb geen idee, maar dat was best wel aan de prijs. En dit komt uit de jaren 70. En er staat echt heel veel in. Motieven om te haken, haaksteken, haakpatronen, echt zoveel leuke dingen. Maar alles is weer actueel wat erin staat. We zijn weer back to the 70s. Zo gaaf joh, dat gewoon terug blijft komen. Hè? En ja, dan tik je zoiets op de kop en ja, misschien ben ik daar wel net zo blij mee als met mijn bank. Echt. Ja, ik kan er niks aan doen. Daar ben ik nou eenmaal... Voor mij hoeft het allemaal niet zo duur en bijzonder en noem maar op. En ja, af en toe verwen ik mezelf eens met iets duurs. Dat doet iedereen denk ik wel. Een keer. Maar ja, meestal dus niet. Dus dat waren de boeken. En wauw. Dit was voor mij iets duurs. Kijk, ik ga hem even omhoog houden. Een tas. En die heb ik besteld online. En als je zoekt op... cadeaus voor brei en haaksters, dan kom je er wel uit. Ik weet niet meer hoe die website heette, echt niet, weet ik echt niet. Maar via cadeaus voor brei en haaksters kom je op een site die echt heel veel heeft. Hartstikke leuk en helemaal niet zo duur. Deze tas, daar kon ik zelf een tekst op zetten. En ze hadden hem in verschillende kleuren, alleen geen roze. Oh, maar ik vond dit rood bij deze tas ook behoorlijk stoer eigenlijk. Het is ja, een stewardess tas, een sporttas. Geen idee hoe zoiets heet, maar hij is echt, echt groot, vind ik. En stevig, geen flutkwaliteit. Ik kon mijn eigen tekst erop zetten, ja dan wordt het Vonnis Creaties natuurlijk. En er zitten hier nu, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 bollen wol in. Dan moet je zien hoeveel ruimte er nog is. Dit. Er kan nog veel meer in. Nou, ideaal, toch? Super gaaf. Dus dit was een duur cadeau aan mezelf. Net als die Russische haaknaalden, weet je wel. Die heb ik vorige keer laten zien voor oudjaar. Mijn laatste vlog in december was dat. Ik weet niet meer precies wanneer. Voor kerst in ieder geval nog. Toen heb ik die Russische haaknaalden laten zien. Dat was echt mijn verjaardagscadeau voor mezelf. Zo gaaf. En nou heb ik een introductietutorial of introductiefilm eigenlijk. Filmpje, duurt meestal van 4,5 minuut of zo. Heb ik online gezet met daarin mijn plan om een hele serie te gaan haken over hoe je lapjes aan elkaar haakt. Granny squares. Maar ook... gewone lapjes, als je een lapje van stokjes hebt en die wil je aan elkaar haken, hoe doe je dat dan? En ja, de granny, hoe doe je dat? Nou, er zijn zoveel verschillende manieren voor en op de groep zie ik redelijk regelmatig, best wel vaak eigenlijk, van hoe doe je dat nou? En toen dacht ik, weet je wat, er zijn zoveel verschillende manieren. Ik ga gewoon een serie haken van basismanieren. Het kan altijd anders. Ik weet echt niet alle manieren om granny's aan elkaar te haken. Ik weet Beth in Texas. Die heeft een afspeellijst met zoveel verschillende manieren. Allemaal een soort dat je een sier... verbinding krijgt. Dat het niet zomaar aan elkaar gehaakt is of aan elkaar genaaid, maar echt op een hele mooie manier. Dat is voor gevorderden, vind ik. Ja. En dat is in het Engels.
Dus als je wil uitbreiden van de basis, dan kun je bij haar gaan kijken. Misschien dat dat ooit ook nog bij mij komt, maar in ieder geval de basis. Ik heb vast één deel geüpload en andere delen heb ik al gefilmd. En dit vlog film ik op vrijdagmorgen. En Wiebe heeft boven op zijn computer heeft hij nog 1, 2, 3 delen staan volgens mij. Ja, 3 delen. Die moet hij nog knutselen, beknutselen. En 1 deel heb ik al geüpload van de serie. Dus je kunt alvast kijken, maar er komt nog veel meer. Uiteindelijk van de Join As You Go methode waar ik mee begonnen ben, deel 1, wordt het dit. Ik heb 6 lapjes aan elkaar gehaakt en ik laat zien hoe of dat je dan die rand eromheen maakt. Je ziet die rand is in donkergroen, of ja, mosgroen. En de lapjes, dat is de Join As You Go methode. Deel 1 is dat je 2 lapjes aan elkaar haakt. Ja, en dan kun je de 3 of 27 doen, dat maakt niet uit. 1 rechte rij, dat is deel 1. En deel 2, die komt er dus aan, dat weet ik nog niet wanneer. Het kan goed zijn dat dat vanavond of morgenochtend lukt, op zaterdagmorgen, dat weet ik dus niet. Dit film ik op vrijdagmorgen, want ik heb nu even tijd, rust, er is nog niemand in huis. Het weekend, dan is Lianne er weer en Wiebe is thuis en drukte al om, je kent dat wel, dus ik dacht, weet je wat, ik ben nu alleen en nu ga ik dat vlog filmen. Heb ik tijd en rust. Vol mijn rust. Maar goed, deel 2 is dan dus hoe je de tweede rij eronder haakt. Want die moet je niet alleen zo verbinden, maar ook nog eens zo. Dus deze naad en deze naad. Deze naad en deze naad. Dat is deel 2. En dat kun je dan zo vaak herhalen als je wil. Dan kun je dus een enorm grote deken maken, als je wil, op deze manier. En als die dan in elkaar zit, dan laat ik zien hoe of dat je een granny randje erlangs haakt. Sieranden en dergelijke, dat komt niet in deze serie voor. Dat ga ik echt niet doen. Maar wel een bijpassende rand bij hoe je hem aan elkaar gehaakt hebt. Dit deel is een heel andere methode. Ik weet ook niet hoe die methode heet, maar het zijn vaste 3 lossen, vaste 3 lossen, vaste 3 lossen. Nou, dat laat ik in 1 deel zien en een rand eromheen. Op dezelfde manier, zodat je een bijpassende rand hebt bij je granny squares. Nou, en zo ga ik het uitbreiden. Dit lapje ga ik uithalen, want ik moet al die granny's natuurlijk ook haken. Dat kost hartstikke veel tijd. Dus dit ga ik uithalen, dat ik die lapjes weer netjes heb. En dan ga ik ze op een andere manier aan elkaar haken. En nou ja, zo blijf ik uitbreiden. En ik wil niet zeggen dat die serie in 1 keer achter elkaar komt. Want ik wil natuurlijk ook nog andere tutorials tussendoor maken. Dat blijft. Ik heb bijvoorbeeld een hele gave, super chique wollen jas op de kop getikt. Tweedehands, maar je ziet er prachtig uit. Echt waar. Mooi grijs met hier een hele grote bloem. En op een zak een hele grote bloem. Echt zo mooi. Echt wolgrijs. Maar er zit een diepe V-hals in. Nou ja, daar moet dus een sjaal bij. Een dasachtig iets. Omslagdoek, weet ik het. En dan heb ik gisteren, toen ik mijn bril ging ophalen. Sorry Annelies, maar ik kon het niet laten. Ik heb bij de Vibra wol gekocht. Ze hadden van die fenna liggen. Die zwarte tinten, zwart en grijs. En dat vind ik dus heel erg mooi om daar dan iets voor bij de jas te maken. En ik zit iets te bedenken, want ik heb een tijd geleden heb ik een boekje gekocht met patronen. Met van Prayer, Shawls. Nou, daar staan zulke leuke ideeën in. Dus daar wil ik in gaan snuffen en kijken wat ik dan kan fonderiseren. Want zo'n patroon nahaken, dat mag dus niet. Dat doe ik ook echt niet. En dan moet ik dus kijken, hoe ga ik dat fonderiseren? En dan komt daar weer een tutorial van. Hoewel de dassen en mutsen me wel een beetje de keel uit beginnen te hangen. Ik heb zo'n zin in de lente zo onderhand, joh. Echt, ja, ik ben de winter alweer beu. Ik heb zoveel winterdingen gehaakt. Ik heb nu zin in de lente. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb bij de Vibra gisteren ook
sorry Annelies, heb ik alvast een paar bollen geel en oranje meegenomen. Ik vond dat zo lenteachtig. Ik denk, nou, daar komt vast iets voor wat ik kan bedenken. Dat komt helemaal goed. Ik neem ze vast mee, want als ik ze nodig heb, zul je zien, dan liggen ze er niet. Dus ik neem ze vast mee. En dan verzin ik het wel. En dat zijn eigenlijk een beetje de plannen. Voorlopig. Nee, wacht even. Dat vertel ik zo meteen, want anders dan loop ik op de zaken vooruit. Het is het eerste vlog van de nieuwe maand. En dan mag je hieronder bij de beschrijving, mag je je ideeën opschrijven. Van, joh Von, heb je hier al eens aan gedacht? Of, hey Von, wat vind je daarvan? En dan ga ik die ideeën bekijken. Wil niet zeggen dat ik ze allemaal ga maken. Echt niet, want zoals het de laatste maanden gaat, werkt voor mij eigenlijk hartstikke goed. Het gaat om mij, hè? Want niet om jullie. Want het ligt niet bij jullie. Jullie mogen gewoon vragen van, goh Von, ik ben op zoek naar een tutorial van. Zou jij die willen maken? Dat is gewoon een hele normale vraag. Er is niks mis mee. Alleen als ik er dan zoveel krijg, want ik moet wel bij mezelf houden natuurlijk, hè? Ik krijg zoveel van die vragen, dan gaat het bij mij, dan wordt het zo chaos in mijn hoofd. Dat ik denk, oh, ik moet dit en ik moet dat en... Die mevrouw die wil zo graag en daar kan ik er zo goed mee helpen. En nou ja, dan word ik gek. Dus als jullie het als idee aandragen, als ik het als idee ervaar, ja, dan word ik dus niet knettergek. En dan kan ik wat makkelijker zeggen van, ik ga kiezen. Of ik kies niets, want ik heb zelf zoveel ideeën in mijn hoofd. En ja... En soms is het afhankelijk van, heb ik er wol voor in huis? Want ook dat moet gekocht worden natuurlijk. Hè? Soms met projecten dan denk ik, ja, dat is zo gaaf. Daar koop ik wol voor. Dan doe ik dat. Net als vorige maand, toen was er een idee van een mevrouw om een crochet along te doen. En toen dacht ik, ja, ik heb nu meer ervaring in het filmen van tutorials. Ik weet wat beter hoe crochet alongs in elkaar steken. Want ja... Ik deed ook maar wat, weet je wel. Ik weet nu een beetje hoe of dat het hoort. En, we hebben Mr. Blanket in het team van beheerders op Facebook. Nou, Mr. Blanket, Michael Wassenaar, daar kan ik altijd bij terecht voor advies. Als ik een vraag heb van, joh, hoe moet ik nu verder? En wat vind jij? En hij helpt me daarbij. Dit is gewoon zo super gaaf. Dus daar ben ik mee bezig. En daar heb ik wol voor gekocht. Echt speciaal voor die crochet along. En ik ga echt nog niet zeggen wat het is. Alleen omdat Mr. Blanket zoveel ervaring heeft met crochet alongs, lukt het me om het te doen. Op een goede manier. Ik vind dat het goed lukt, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben nog lang niet klaar. Ik hoorde Mion in haar vlog zeggen dat in januari mijn haakje mee, mijn crochet along, online zou komen. Dat heeft Mion verkeerd begrepen. En misschien zijn er nog wel meer mensen die dat verkeerd begrepen hebben. Ik heb gezegd op zijn vroegst in januari. Maar ik doe het op mijn eigen tempo. En ik denk niet dat het januari gaat worden. Er zijn heel veel crochet alongs. Er komen deze periode heel veel crochet alongs. Dus leef je uit. Maakt niet uit. Ik ben er mee bezig. Maar het komt nog. Echt, dat doe ik echt in mijn tijd, op mijn manier, in mijn tempo. Zodat het echt goed gaat. Dat ik niet zomaar iets in elkaar flans van, oh, ik moet weer een stuk, want... Nee, ik wil het goed doen en mooi doen. En tot nu toe, ja, ik ben er zelf super blij mee. Echt, het past helemaal bij mij in ieder geval. Ja, en als je mij een beetje kent, dan ja, kun je alvast inschatten van, oh, het past bij Von... Ik ga het mooi vinden of, nou, wat Von doet vind ik echt helemaal niks. Dus ik sla die crochet along sowieso over. Helemaal goed. Echt waar. Niks verplicht. Je weet het, hè. Het is gewoon altijd goed. Doe het op jouw manier. Maak ervan wat jij wil. Ik zag vanmorgen op YouTube ook een vraag van, joh, ik kan nog niet zo lang haken, maar ik zit die en die tutorial te volgen. En als ik het nou anders doe, dan vind ik het makkelijker. Is dat wel goed dan? Tuurlijk is dat goed. Als jij het op jouw manier doet en dat past veel beter bij jou, is gewoon supergoed. Moet je doen. Echt waar. Ik geef alleen maar aan.
Ik laat zien hoe of dat ik het doe. Hoe of dat ik het makkelijk vind. En als jij het op een andere manier makkelijk vindt, gewoon doen. Echt waar, dat is het leuke van haken, vind ik. Er zijn een paar richtlijnen die gewoon altijd gelden. Als je heen en weer haakt, moet je je werk keren. Dat is een richtlijn, anders kun je niet heen en weer haken. Als je in het rond haakt, dan haak je rond, dan keer je je werk niet. Maar zelfs dat kan. Als je in het rond haakt, dan kun je ook je werk keren. Dat bepaal je zelf of jij dat wilt of niet. Als je volgens patroon haakt, dan wordt het meestal wel aangegeven van je moet dit of dat doen. Dan moet je je aan het patroon houden om precies hetzelfde te krijgen als wat het patroon zegt. Maar als je net als ik gewoon maar gaat zitten doen maar wat is, hè, dan kun je dus zelf bepalen. Alleen als je voor een methode gekozen hebt, moet je dat dan wel volhouden. Moet je niet de ene keer dit doen en de andere keer dat, want dan. Of dat moet dan weer je bedoeling zijn. Dan kan dat ook gewoon. Dan doe maar. Is gewoon goed. En als je niet zoveel ervaring hebt daarmee, je weet niet precies wat er gebeurt als je dit doet of dat doet, neem dan garen wat je makkelijk uit kan halen. Helemaal geen probleem. Die eurobollen van de Zeeman en de Vibra, die Royal en de Saskia, ik vind die makkelijk uithalen. En dat gebruik ik ook regelmatig als ik weer dingen aan het testen ben. Of uitproberen van als ik dit doe, wat gebeurt er dan? En dan zie ik, ik kijk YouTube, die tutorials van anderen kijk ik op mijn tv. Hè? Vandaar dat ik die kant op kijk, want daar is mijn tv. Hij staat uit, maar goed. Dan kijk ik ook die tutorials en dan denk ik van, oh, maar dat is leuk. Dan ga ik meehaken om het te proberen. En dan heb ik gewoon goedkope restjes van die eurobollen en daar ga ik het mee zitten proberen. En als het me lukt, dan ga ik denken van, oh, hoe kan ik dat gaan toepassen? Of in een ander project, of op een andere manier. Want ik wil niet zomaar tutorials nahaken natuurlijk. Uitzonderingen daar gelaten. Dan heb ik toestemming van degene die tutorial heeft gemaakt. Zoals van Bagaudet, Crochet and More. Crystal, daar heb ik een heel goed contact mee. Niet zo heel vaak hoor, maar het contact is gewoon perfect. En als ik aan haar vraag van, joh, vind je het goed als ik die tutorial van jou namaak in het Nederlands, dan vindt ze dat goed. Maar ik vraag het wel altijd van tevoren. Maar in principe vindt ze het gewoon goed, want zij is ook hetzelfde als ik, delen. Dat is het mooie. En ja, wat heb ik verder over YouTube? Nou, we zitten op de 17.000 volgers nu. Ruim 17.000. Binnenkort kan ik gaan rentenieren. Nee. Nog steeds niet, jongens. Echt niet. Er was ooit eens een discussie. Een discussie heeft zo'n negatieve lading. Hè? Alsof het een soort ruzie is, maar dat is niet. Dat was een gesprek op de groep over die reclames bij mijn filmpjes. En toen was er iemand die suggereerde dat ik 1 euro per view zou krijgen voor die reclames. Nou, vergeet het maar hoor. Echt niet. Dat is centenwerk. Centen. En daar gaat dan ook weer belasting af. En daar moet ik mijn spullen van kopen waar ik die tutorials mee kan maken. En ja, tegenwoordig hou ik iets over. Dat is echt waar. Ik hou iets over. Dus dat is super gaaf. Ben ik ook hartstikke blij voor. Maar ik vind, ik werk daar ook hard genoeg voor. Af en toe neem ik eens vakantie, maar dat doe je ook als je een baan hebt. Dan neem je ook eens vakantie. Kerstvakantie, zomervakantie. Of als je er aan toe bent, vakantie. Nou, dat doe ik ook. Dus ja, alleen ik verdien veel minder als wanneer je een reguliere baan hebt. Echt waar, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Het is meer een tegemoetkoming. Maar goed, dat maakt verder niet. Dat maakt verder echt helemaal niks uit. Echt niet, want als ik het niet leuk vind, doe ik het niet. Ik heb er gewoon zoveel plezier in, dat het feit dat ik nu iets eraan overhoud, gewoon alleen maar een bonus is. Daarmee kan ik weer meer dingen gaan weggeven, zeg maar. Want ja, dat doe ik ook heel graag. En over weggeven dan. We hebben op de Facebookgroep, want dan ga ik het nu over de Facebookgroep hebben. Op de Facebookgroep hebben we nu bijna 10.000 leden. Echt. Ik keek vandaag en ja, echt waar. 10.000, Krako. Goed, hè? Ja. Maar ik keek vanmorgen dus, toen hadden we
ruim 9800 leden. Dus de 10.000 zit eraan te komen. En ik vind dat weer een prachtig getal. Met 5.000 leden, toen heb ik 5 dagen lang elke dag een kleinigheid weggegeven. Maar dat wil ik nu niet gaan doen. Dat zou dan betekenen dat ik 10 dagen lang een kleinigheid weg moet gaan geven. Nou ja, 10 dagen lang dan die kleinigheid is, die hoeven niet zo heel veel te kosten. Ik heb heel veel liggen wat ik gewoon kan pakken. Of ik ga iets halen. De Action Zeeman. Dat hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Maar wat dacht je van de verzendkosten? Een pakketje verzenden is 6,95 keer 10. Nou, dan zit je toch aan bijna 70 euro wat ik dan weer weggeef. Dus ik dacht, weet je wat, dat doe ik dan deze maand. Of deze keer niet. Ik ga het anders doen. Ik heb afgelopen maand geprobeerd een poll te maken op de Facebookgroep. En dat is gelukt. En volgens mij weet ik nog steeds hoe of dat moest. Dus zodra we 10.000 leden hebben, dan ga ik een poll maken. Op de groep. Voor de leden. En dan ga ik een aantal ideeën geven voor tutorials. Of het er nou 3 worden of 5, dat weet ik niet. Maar dan kun je een bepaalde periode stemmen. En de tutorial met de meeste stemmen, die ga ik dan maken. Dus dat is dan, ja, mijn cadeau aan jullie, aan de Facebookgroep leden. Kies zelf. Ik geef een aantal ideeën. Dat kan zijn uit oude vlogs waar ik niet aan toe ben gekomen. Dat ik daar er een paar uitzoek. Of dat mensen in mijn omgeving, dat ik daaraan vraag van, joh, wat zou jij willen maken? Ik heb in ieder geval aan mijn beheerdersteam gevraagd van, komen jullie met ideeën? Want zij werken zo keihard dat ik dat ook wil waarderen. Want ja, hoe moet dat anders, weet je wel? Ik zou zijn salaris willen betalen, maar ja. Als ik mezelf geen eens een salaris kan betalen, laat staan hun. Dan is dat gewoon triest. En ja, ik denk niet eens dat ze dat willen. Nee, dat geloof ik. Nee, dat willen ze niet eens. Ze doen het gewoon graag en met liefde. Voor de groep, voor de tutorials, voor het delen. Daar doen ze het voor. Dat zoveel mensen kunnen. Nou ja, genoeg sentiment. In ieder geval, ik heb ook aan mijn beheerders gevraagd van, jongens, zouden jullie nou leuk vinden waar een tutorial van komt? Dan komen die ook in ieder geval bij de keuzes te staan die jullie dan in die poll kunnen kiezen. En dan, dan komt die tutorial er zo snel mogelijk. Dat is dan mijn verplichting aan jullie dat ik dat moet gaan doen. Dat wil ik graag. Dat is dan mijn weggeef voor de 10.000 leden. Het leek me weer iets heel anders als gewoon een cadeautje weggeven. En wat Brigitte tot nu toe heeft gedaan, ieder 1000ste lid, dat die een attentie kreeg, een aardigheidje. Dat bij de 10.000 dus weer iets anders is, net als bij de 5.000. En over Brigitte gesproken. Ik ga niet vertellen wat er met Brigitte aan de hand is. Dat is volkomen privé en dat blijft privé. Maar door omstandigheden heeft Brigitte de beheerderstaken op de groep even neergelegd. Voor onbepaalde tijd. Dat staat helemaal open. Het is aan Brigitte om zelf aan te geven van, nou, het kan weer. Dan is Brigitte weer van harte welkom. Maar mijn verzoek aan jullie van de Facebookgroep is dan ook om Brigitte geen pb's te sturen over de Facebookgroep zelf. Ik weet niet of jullie privé contact met haar hebben, dan is dat gewoon tussen jullie. Maar wat betreft de groep, niet doen. Laat Brigitte met rust. Brigitte is wat dat betreft uit het team gestapt. Dus zij bemoeit zich nergens meer mee. Ze weet nergens meer wat van. Dat gaat helemaal buiten haar om. Dus je hoeft Brigitte te verhagen, niet te benaderen. Niet doen. Laat Brigitte met rust. Ze komt vanzelf weer terug. Of niet. Alles in alle liefde. Echt waar. Ik wens Brigitte gewoon het allerbeste. En ja, nou ja. We hebben het erover gehad, Brigitte, en het is gewoon echt helemaal goed. Vertrouw daar maar op. En Brigitte wil wel blijven proberen om zoveel mogelijk nog die tips van Brigitte te blijven doen. Want die zijn zo leuk, zo origineel soms. Daar denk je niet aan. Net als laatste tip over die knoop. Als je met 2 draden haakt, een knoop.
ga kijken. We hebben een bestand, bestanden daarvoor. Ik weet niet hoe dat werkt. Dat regelt Esther dan weer. Dat is weer technisch, weet je wel. Daar snap ik geen jota van. Dat doet Esther dan weer. En ja, daar kun je dus die tips van Brigitte terugvinden. En ja, dat zou ze dus zoveel mogelijk proberen te blijven doen. Maar lukt het een week niet? Ook goed. Echt waar. Dat is helemaal geen probleem. De groep zal er niet door vergaan. Nog sterker, de wereld zal er niet door vergaan. Dus niks aan de hand. Komt gewoon helemaal goed. En ja, verder. Ach, ja. De uitverkoop is begonnen. Ik heb eigenlijk van de week echt, ik moest daar ongelooflijk om lachen eigenlijk. Ik neem even een slokje hoor. Niet dat ik jullie uit moest lachen, maar ik vond het gewoon zo geweldig om te zien. De Xenos die had dat garen, dat acrylgaren van hun in de aanbieding. Normaal gesproken de effe kleuren waren 98 cent of zo, een euro. En nu waren ze 50 cent. Dus iedereen dook erop. Echt massaal. Tientallen bollen tegelijk werden gekocht. Maar als je terugrekent, zo'n bolletje voor 50 cent, er zit 50 gram op. Een eurobol bij de Zeeman en de Vibra, daar zit 100 gram op. En die kost een euro. En die hebben ze altijd. Is nooit in de aanbieding. Ja, oké. Okay. De Xenos heeft andere kleuren. Dat is waar. Dus dat kan een overweging zijn. Maar om dan te zeggen van tientallen bollen tegelijk, toen dacht ik echt van nou ja, kijk eens hoe die reclame aanslaat. Dat is gewoon echt ongelooflijk. Dat ze zo op die manier kunnen verkopen. Ik heb ook op punt gestaan hoor, echt waar. Ik had mijn winkelmandje volgeladen via internet. Want ja, als ik naar de Xenos ga, dan is er altijd maar een beperkte keuze. En ja, op internet denk ik dat ze meer keuze hebben. Plus het is makkelijk, ik zit hier in mijn bank onderuit en het wordt nog thuis bezorgd ook. Dus nou ja, en toen had ik mijn winkelwagentje volgeladen en toen dacht ik, ja maar Von, waar ben je mee bezig? Je hebt dat garen nog liggen. Je hebt het al eens eerder besteld. Je hebt er nog niet veel mee gedaan. Waarom zou je? Ja, toen heb ik mijn winkelwagentje weer leeggekiept. En ik denk, oh wat verstandig. Maar ondertussen was ik wel naar dat kruidvat gegaan. Want bij het kruidvat, bij ons dorp verderop, hadden ze die pakken liggen van die 20 hele kleine bolletjes voor 8 euro. En nou zit er maar heel weinig op zo'n bolletje. Maar ik vond die pakken zo leuk. En toen dacht ik van ja, ik wil er een deken van maken. Met grannies. Nou, ik neem 4 pakken mee, dan heb ik genoeg. Maar goed, dan ben je dus 4 keer 8. Dat is 32 euro kwijt voor 1 deken. Ga eens terugrekenen naar de eurobollen. Als ik daar een deken mee maak, 20 bollen, heb ik zat aan. En dan ben ik maar 20 euro kwijt. Dus ook dat is weer ja, zo'n reclame waar je intrapt. En dan staat er op afgeprijsd van 15 euro voor 8 euro, 16 euro voor 8 euro, weet ik veel. En dan denk je, wow, dat is goedkoop, dat is de helft. Dus je neemt mee, komt thuis, gaat zitten rekenen en dan denk je, jee, maar ik ben eigenlijk knettergek geweest. Ik heb gewoon veel te veel geld uitgegeven, moet ik niet meer doen. Dus zo dom ben ik ook. Maar ik ben er wel een mooie deken mee aan het haken en daar geniet ik van. Ik heb het eerste pak met 20 bollen heb ik echt in 1 keer achter elkaar leeggehaakt. Tweede pak, die eerste 10 bollen, waren zo op. Maar ja, de tutorials die werden niet gemaakt. Want ik zat alleen maar die granny te haken. En ik was ondertussen voor mezelf nog iets aan het haken met Fenna. Een testproject om later een tutorial van te maken. Maar ik moest eerst kijken van hoe lukt het en hoe valt het uit als ik het zo doe, weet je wel. Daar was ik mee bezig. Maar die lag ook stil, omdat ik alleen maar met die deken bezig was. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet goed. Weet je wat? Mion die had die gaat een jaar granny deken maken. Of het nou een temperatuurdeken wordt of niet. Dat heb ik niet zo goed begrepen. Maar die gaat dus iedere dag een granny haken. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik ook. 1 per dag. Dat is zo gedaan. Dus dat doe ik nu. 1 per dag. En ik heb nog 2,5 pak, dus dat is 40, nog 50 bollen.
ongeveer, dus over 50 dagen, dan zit het in elkaar. En met alle restjes die ik overhoud, daar ga ik dan nog een rand omheen maken. Maar daar komt geen tutorial van hoor, dat is gewoon puur voor mezelf. Ik ben die serie nu aan het maken, hoe je grannies aan elkaar kunt haken. Dus daar hoef ik dan verder geen tutorial van te doen. Want het zijn gewoon simpele grannies. En die haak ik gewoon simpel aan elkaar volgens een methode die ik dan in die serie voordoe. Dus daar hoef ik verder geen tutorial van te maken. Dat is gewoon voor mezelf. Maar ik ben nu dus die serie aan het maken. En voor mezelf ben ik aan het haken. Ja, hier weer een beetje poetsen en opruimen en noem maar op. Gewoon de dagelijkse dingen die jullie ook hebben. Ik ga zo meteen even dweilen. Dat moet ook iedere dag hier. En, nou ja, als je het iedere dag doet, is het zo gedaan. Als je het een paar dagen laat liggen, dan valt het wel op, ja. Oh, dat was trouwens ook. Wij haaksters zijn bijzondere mensen. Er was een opmerking op de Facebookgroep. En dat vond ik zo geniaal. Ja, wij zijn bijzonder. Dat is gewoon zo. Maar dan moet je niet te veel doorvertellen, want dan wil iedere man alleen nog maar een haakster. Of als je een haker bent, dan wil iedere vrouw alleen nog maar een haker. Dus ja, moet je niet doen hoor, niet doorvertellen. Gewoon stilhouden, niks zeggen. Anders zijn we niet bijzonder meer. En dat was trouwens ook super leuk op de Facebookgroep. Michael, onze Mike, onze super Mike, onze Mr. Blanket, die had een oproep geplaatst van, er zijn genoeg mannen op de groep, maar die laten nauwelijks iets zien. Waarom niet? Het is toch super leuk. Jullie maken zulke mooie dingen, net als alle vrouwen hier. En ik voel me een beetje eenzaam. Nou, toen kwamen er best wel veel mannen die dingen lieten zien. En jee, wat mooi. Zo mooi. En ja, ik snap niet waarom mannen dat niet vaker doen. Iedereen is welkom op de groep. Echt waar, als jij je werk wil laten zien, dan mag dat. Dat is zo leuk. Als het niet zo goed lukt, dan kun je gewoon tips vragen. En als het wel goed lukt, dan kun jij tips geven. Maar wees gewoon trots op wat je doet. Of het nou een mislukt lapje is, maakt niet uit, want daar kun je van leren. En laat maar zien. Van kijk, dit is mijn allereerste haakwerkje en dit en dat heb ik fout gedaan. Ik weet het nu en nu weet ik hoe of dat ik het moet doen. Of jongens, wat doe ik fout? Want het is mijn eerste haakwerkje. Ik kom er niet uit. Kunnen jullie me helpen? Laat zien. Wij kunnen weer van jou leren. Als je ideeën hebt, andere dingen maakt of variaties op. Kleurenvariaties alleen al. Daar is zoveel mogelijk. En daar kunnen wij weer van leren. Ik ook. Echt waar, ik leer ook nog steeds bij. Was een vraag over mohair, of dat het wel zachter werd in de was. Omdat het zo stug aanvoelt. Toen kwam Ria Raikiri, die kwam met dat daar een speciale borstel of kam voor is. Dat het dan heel zacht wordt. Nou, dat wist ik ook niet. Echt niet, ik wist het ook niet. Ik vond mohair ook stug. Maar door het met zo'n kam of borstel te bewerken, wordt het dus wel zacht? Nou, wist ik niet. Heb ik ook weer bijgeleerd. En zo leren we van elkaar. En dat vind ik zo geweldig. Echt waar. Ja. 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 Kruikel gaat mee zitten kletsen. Heel gezellig. Ik ga mijn koffie opdrinken. Ik ga even gauw dweilen en zo. En vanmiddag heb ik weer andere. Ik moet weer weg. En nou ja, komt allemaal weer goed. Ik ga tussendoor weer haken. En ik hoop dat Wiebe dan vanavond weer verder gaat met het knutselen van die miniseries. Ik noem het een miniserie, maar wie weet hoe groot of dat die gaat worden. Van die grannies aan elkaar haken. Verschillende manieren. Lapjes aan elkaar haken. Gewoon verbindingsmanieren. Dat je ook andere dingen aan elkaar kunt haken. Dat je daar een beetje meer vertrouwen in krijgt. Dat je ideeën krijgt van, oh, kan dit zo? En, och, ik wist het niet. En, joh. Dat doe ik eigenlijk altijd al, op zo'n manier. Weet je wel, dat je daarmee vooruit kan. Dat ga ik doen en die das, sjaal voor mijn nieuwe jas, die komt eraan. En ik ben met testdingen bezig, de lente komt er weer aan, ja. Die crochetalong ben ik mee bezig. Jullie ideeën hieronder, dat mag ook. En ik heb begrepen dat als je via een app naar YouTube kijkt, of dat nou op je smartphone is of op een tablet of zo, dat je dan geen beschrijving ziet. Dat weet ik dus echt niet, maar dat schijnt zo te zijn. Daar kan ik niks aan veranderen. Echt niet. Dan kun je ook geen reactie zetten volgens mij, dat weet ik ook niet.
Maar dan moet je even uitvogelen dat je dan via een pc of via een laptop of zo. Ik weet het niet, dat is technisch. Want als er ergens anders ideeën komen voor tutorials, die negeer ik echt nog steeds. Want ik kan dat niet bijhouden. Niet via mail, niet via Facebook, niet via Messenger. Echt niet, want dan krijg ik overal en nergens ideeën. En dan word ik gewoon knettergek. Mijn hoofd die kan dat niet hebben hoor. Dan word ik gek. Dus dat moet je niet doen. En als je het wel doet, dan worden ze genegeerd. Dat moet gewoon voor mezelf. Zelfbehoud. Oh, zelfbehoud. Patronen delen. Niet doen. Echt niet. Niet doen. Ik heb nu al 2 keer gehoord dat er echt stappen zijn ondernomen, of worden ondernomen, tegen mensen die patronen delen. En ik ben als eigenaar van de Facebookgroep verantwoordelijk. Dus jij als plaatser kunt vervolgd worden. Als jij een patroon deelt, kun jij dus de maakster of maker daarvan achter je aan krijgen in verband met auteursrechten. En ik als eigenaar ook. En die boetes lopen echt in de duizenden euro's. En dat wil ik niet. Echt niet. Ik heb heel veel voor jullie over. Jullie krijgen heel veel van mijn tijd. Maar dat niet. Echt niet. Dan moet ik werk gaan zoeken. En dan kan ik geen tutorials meer maken. En noem maar op. Dus dan is het gewoon echt sloes en afgelopen. Dan moet ik stoppen. Dus dat doe ik niet. Op dit moment, als je een patroon deelt, dan dit patroon wordt weggehaald. Verder niet. Doe je het vaker, dan krijg je een pb. Met een waarschuwing. Van denk erom, dit mag niet. In verband met die rechten. En doe je het dan nog, dan word je geblokkeerd van de groep. Zo werkt dat. Als jij dus patronen plaatst, dan ben jij in je eentje en krijg jij 1 iemand achter je aan. Maar we zijn nu dus bijna met 10.000 leden. En laat per dag 100 mensen een patroon delen. Dat is niet overdreven. Mijn team die heeft er echt een dagtaak aan om dat allemaal te verwijderen. Zo snel mogelijk. Laat 100 mensen dat doen. Dan ben ik dus verantwoordelijk voor het delen van 100 patronen. Zeg dat 1 keer delen 10.000 euro kost. Want zo hoog zijn die bedragen. Nou, keer 100. Dat kan ik niet betalen. Echt niet. Dus wat ik zei, doe het niet. Echt niet. Want de enige manier om daar echt een eind aan te maken, is om iedereen die 1 keer een patroon heeft gedeeld, gelijk van de groep te weren. Dat is de enige manier om er echt een eind aan te maken. Maar dat wil ik niet. Dat wil ik gewoon niet. Want het kan gewoon spontaan gebeuren. Dat snap ik. Dat snap ik echt. Maar doe het niet. Dat is echt mijn dringende oproep. Mijn laatste ding wat ik hier in dit vlog wil bespreken. Doe het niet. Nu uitgebreid verteld waarom en wat de consequenties zijn. En ja, het ergste is dat ik gewoon helemaal ga stoppen met de Facebookgroep. Dan is die gewoon weg, dan kan daar niet meer gedeeld worden. Dan kunnen we ons werk niet meer delen, we kunnen lief en leed niet meer delen, we kunnen niet meer lachen met elkaar, we kunnen elkaar geen goeiemorgen meer wensen, geen sterkte, beterschap, niks. Dat is dan allemaal weg. Dan is er alleen nog maar het YouTube-kanaal zonder het contact met elkaar. Nou, en dat wil ik dus niet. Dus echt niet doen. En daarmee sluit ik dit vlog af. Dan hou ik op met mekkeren. Dan wens ik jullie gewoon echt een ontzettend fijne tijd toe. Een heel, heel, heel mooi jaar. En ja, ik weer een jaar met tutorials, met van alles en nog wat. Ik ben van plan meer te gaan doen, maar wat is er? Dat ik gewoon doe wat ik wil. Dat bedoel ik daarmee. Net als nou die serie en zo. En nou ja, ik zal ophouden. Jongens, mijn koffie opdrinken, die is koud. En graag tot de volgende vlog. Of tutorial.